De eerste handelaren melden zich vanmorgen al vroeg voor de traditionele paardenmarkt in Hedel. Hoe is het met de handel vandaag? Goed, heel goed. Ja, ja, al 3 verkocht. Sinds 5 uur. Ja, aardig goed. Nou, we zagen hem staan en we vonden hem eigenlijk zo leuk dat we dachten van we nemen hem mee. Vorig jaar werden er bijna 1900 paarden aangeboden. De paardenmarkt in het Drentse Zuid-Laren ging daar met ruim 2100 paarden ruim overheen. Ook in Hedel verwachten ze dit jaar ruim boven de 2000 paarden uit te komen. Er is een beetje te veel, een beetje overschot en een klein beetje recessie erbij nou en telt allemaal mee. Ik denk dat de kredietcrisis er zeker mee te maken heeft dat de mensen van hun paard af willen. En dat is eigenlijk ook wel gebruikelijk, want normaal gesproken ga je een paard niet de winter over als je hem het voorjaar wil verkopen. Je kunt ze beter weggeven, dan heb je nog iets. Maar dat gaat niet aan. Maar we zijn in ieder geval los, dus... En we zijn van huis af. Naast de 2000 paarden trok de markt in Hedel vandaag ook zo'n 30.000 bezoekers. En dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar.